zijn al sinds 5 uur 's ochtends op. We staan nu bij het punt om naar de San Blas te gaan. Ik heb er echt super veel zin in. We staan nu bij een riviertje, Rio Grande Carti. En die brengt ons straks naar de Caribische Zee. En daar staat de zeilboot ons op te wachten. En dan gaan we de oversteek maken van Panama naar Colombia. Voor elke backpacker die ik ben tegengekomen die deze trip heeft gemaakt, vertelt het een na het andere waanzinnige verhaal. En dat maakte mij natuurlijk alleen maar enthousiaster en enthousiaster. Dus zit ik hier nu ook op een katamaran, klaar voor vertrek. En ik hou me nu nog een beetje in, maar ik sta echt te stuiteren. Dus ik hoop dat we snel gaan. We zijn aangekomen op het eerste San Blas eilandje en we zitten nu de zonsondergang te kijken. Echt super mooi. Alleen we horen dus net dat dit de laatste keer is dat we kunnen douchen. Dus dat wordt wat. Ik loop nu op een van de San Blas eilanden en hier wonen de Kuna's. Zo'n 500 jaar geleden werd deze bevolkingsgroep verjaagd door de Spanjaarden uit Colombia. Ze trokken naar de kust, belanden hier op de eilanden en die noemen zij nu Cunayala, wat het land van de Kuna betekent. Ze bouwen hier eigenlijk hun eigen huisjes en dan starten ze een soort business. Als je hier komt betaal je $20 en af en toe kan je wat kopen bij de Kuna's. Ze verkopen dan sieraden of andere dingetjes. Zoals hier. Maar naast de inkomsten uit toerisme leven de Kuna's hier al jaren van, jawel, kokosnoten. Jaarlijks worden er miljoenen kokosnoten naar Panama en Colombia geëxporteerd in ruil voor andere levensmiddelen. Ik zit nu op het dek van de boot. We zijn net vertrokken richting Colombia. Het is pikken donker, maar het is pas 22:00 PM. We gaan het open water op, dus het wordt een beetje een bumpy ride. En ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, want ik ben echt mega, mega zeeziek. Ik heb daarmee een probleem. Ik heb nu nog maar één. Dus ik ben er wel een beetje bang voor misselijke gevoelens en alles. Maar ik heb er wel zin in. Ik heb de nacht overleefd. Ik ben niet misselijk geworden. Ik zit denk ik al 8 uur op de boot vandaag. Je ziet dus echt nergens land. En ik zie alleen maar, zeg maar een horizon voor me. Dus dat is heel gek. En nu gaat ook de zon onder. Dat is wel echt waanzinnig mooi, omdat je het helemaal niks ziet. Dus ik ga nu gewoon even lekker genieten met een biertje van de zonsondergang. Weet je wat het ook betekent? Dat we eindelijk kunnen douchen. Yes! Geen zout meer.